Hallo, ik ben Ramon Bruin. Ik kom uit Nederland en ik ben een kunstenaar. Ik werk over het algemeen in perspectief en dat past ook heel mooi bij Art Druk Druk van dit jaar. Mijn schilderijen zijn zo divers en er zijn zoveel onderwerpen wat naar voren komt, zoals mensen, dieren, voertuigen, van alles. Dus ik heb niet een specifiek iets waardoor ik mij laat inspireren, maar het is gewoon de hele wereld. Het tapijt is ontzettend moeilijk om te beschilderen. Eigenlijk gaat dat alleen met spuitbus, maar ik vind het ook leuk om met gewoon verf en kwast te werken. De kast is ook een heel bijzonder object om te schilderen, want het hout op zich is leuk om te schilderen, heel fijn materiaal. Doordat ik alles in perspectief werk en alles 3D moet zijn, is het heel moeilijk als het object zelf ook al 3D is. Dus je hebt tafels en borden, kasten, alles is driedimensionaal en dan moet ik dan ook iets driedimensionaals op schilderen. Dus dat is een hele grote uitdaging, maar wel ontzettend leuk. Normaal gesproken gaat er behoorlijk veel geld om in de kunstwereld. Dus ik vind het echt heel iets bijzonders dat je nu middels ruilen kunst kan aanschaffen. Collaboratie met IKEA, dat is voor mij een ongelofelijke eer. Het is een heel groot bedrijf met ontzettend mooie producten. Dus ik vind het fantastisch dat ik dit namens hun ook mag doen.